opgeschaard worden in de IKEA. Dat is echt een move, hè. Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Wij zijn op kantoor, daar, Celine en ik. We hebben net een nieuwe collectie uitgeladen, dus ons kantoor is echt een mesthoop. Dan hebben we pakjes aangekregen. Eentje van John Berens. Het ziet er zo uit, super mooi. En ik heb al gekeken, ik heb al één ding eruit gehaald. Deze roze stijltanks. Celine laat alles vallen ondertussen. En ik had een stijltang gekozen. Dus deze zit erin. Super mooi. We gaan het verder uitpakken en kijken wat er nog allemaal in zit. Oké, we hebben de doos helemaal uitgepakt. Deze zat er dus in. Mooie roze. Dan Hair Infinity. Dat is voor, dat zijn zo vitamine voor dikker en steviger haar. En dat sneller groeit. Dan Bio Silk Silky Therapy. Dit is een, dat is voor de eindjes van uw haar, denk ik. Dan Color Wow Kale Cocktail. Dat is perfect voor geverfd haar en als dat beschadigd is. Dan hebben we nog Vitaminoplex. En dat is ook om uw haar te herstellen en sterker te maken. Just what I needed. En dan voor de mannen is er nog deze box, de Buddy Tantino. Ik ga met één hand proberen te openen. Dat is een aftershave balm, een cologne. Dit is een cream, een moisturizing anti-aging cream en een shave paste. Dus dat is wel kei tof. Hou zeker ook onze Instagrams in de gaten, want we gaan binnenkort ook een giveaway doen. En we zijn betrokken, Zalle. Veel zijn we weer. We gaan naar de IKEA. Ja, want ik heb honger. We gaan eten en dan gaan we spiegels kopen en rekjes kopen. Ik heb er een plaat erbij. Nee, maar dan, ik was hier. Ja, toch. Hier is Celine met haar karreken. We hebben ons eten. Ik heb tomatensoep en bulgur met scampi's en groentjes. Coca-Cola. Alrighty, we gaan eten, hè. Smakelijk. En net, we hebben nog bij ons eten iets gratis gekregen van jongens die hier werken. GSM-nummerken opgeschaard. Ja. Tof, Zalle. Opgeschaard worden in de IKEA. Dus dat is iets anders, hè. Mystic Beats. Thuis. Het was een hele hectisch, drukke dag op kantoor. Wel een nieuwe collectie uitgepakt en zo, daar heb ik niks van gefilmd, want dat was gewoon too much. Plus de nieuwe collectie gaan de mensen die naar de stock sale komen als eerste zien en kunnen kopen. Daarom dat ik die hier ook nog niet laat zien, want ik weet niet wat er nog gaat over zijn en wat niet. Ik wil ook trouwens iets laten zien als Sam mijn cameraassistent nog eens wil zijn. Ik heb 3 dingen van SHEINSIDE gekocht en dat wil ik ook nog laten zien. 1 heb ik al aan en dat is dit blouseje met lange mouwen en dat is, hoe noemt dat weer dan merk zo? Comme des Garçons, nee of nee, zoiets. Penny, ik dacht Arte of zoiets, maar dat is dat niet. Nee, dat is niet van Arte, dat lijkt, heeft ook een hartje. Ja, dat lijkt daarop, hè. Maar is het niet van Comme des Garçons? Alleszins, dit is van SHEINSIDE en dat is 100.000 keer minder duur. Ik vond dat kei mooi. Vind je dat niet mooi? Ja, het is heel mooi. Echt mooi. Dan heb ik nog 2 dingen gekocht, die ga ik ook nog laten zien. En dan heb ik ook nog deze crop top
van She Inside. En dat is zo met zo'n planeet, sterretjes. Ik heb die trouwens in een medium genomen. Ik weet niet, als er mensen zijn die dikkere borsten hebben of zo, dan zou ik wel aanraden om een large te nemen. Want die valt wel iets kleiner uit. Maar het is wel super cute. Vind je deze ook mooi? Ja, heel mooi. Ja? Ja. En dan, last but not least, heb ik dit pyjamaatje. Oh, kerstjes. Cute, hè? Dit is het blouseje. En dit is het shortje. Hoe cute is deze? Oh. Echt super schattig. Want mensen vroegen ook, waar haalt je zo van die schattige pyjamaatjes? Dus op SHEINside. Ik heb ook alle linkjes, zal ik hieronder zetten. Dan kunnen jullie dat kei gemakkelijk terugvinden. En de pyjama ga ik straks aandoen, maar wij moeten nu weg. Dus ik ga dat ja, nu niet aandoen. Het is een beetje vroeg voor een pyjama. Ja, inderdaad, want ja, het is 6 uur, zou kunnen. Maar zou kunnen. Wij moeten nog weg, dus dat ga ik nu niet doen. Yes. We zitten ondertussen alweer in de auto. We gaan nu eerst een kruisje geven bij Moreno. Die werkte in de Roetbar in Genk, een hele jonge jongen nog. Ja. En die is dit weekend ja, omgekomen in een ongeval. Auto-ongeval? Ja, die was pas 22 zeker. 21. Ja. En ja, ik heb die niet gekend, Sam wel. Ja, niet heel goed, niet heel maar goed, ja, ik heb er wel een paar keer mee samengewerkt, omdat ik voor de Roetbar van alles deed. En, ja. Ja, Sam doet van alles voor de Roetbar. Ah, zo. Ja, affiches en grafische dingen en zo. Dus ja, ik heb die jongen ook wel één keer gezien toen we daar iets zijn gaan drinken. Maar ja, het is toch wel erg, zeker als iemand zo jong is, dat hij dan zo op het leven moet komen. Ja, naar het schijnt. Een heel goede jongen. Een lieve, fijne jongen. Ja. Keiharde werker. Dat is echt erg. Maar ja, oké, dus dat is minder fijn. Dat gaan we nu doen. En daarna, om de avond terug een beetje vrolijker te maken, gaan we bowlingen, Celine, Nick, wij, Louisa, Roy, Sarah, Christophe en Lara gaan we allemaal samen bowlingen in Zonhoven en daarna gaan we eten ook in de bowling. Dus dat is dan wel weer leuk. Ik ga jullie nu even niet meenemen natuurlijk, maar wij zien jullie straks op de bowling. Oké, een uur later zijn we aangekomen. Hey! En we gaan gooien, hè. Dag Lara! U hebben we vandaag al gezien. Oké, we gaan gooien. I'm the one, yeah. Yeah, you sing all these other realities. Don't let the only
gaat winnen met bowling, hè? Nee. Denk maar je? Ik doe wedstrijd met iedereen. Met iedereen. Maar Sam die wint. Ja, ik zie het. Sam is de winnaar. Sam heeft al 121 punten. Maar jij bent de volgende met 91 punten. Ja, ja. Dan zien we ons niet meer. Daria vlogt ook, hè? Ik vlog iedereen. Oei. Vlogt je iedereen? Wij zijn ondertussen terug thuis. En we gaan eens luisteren. Als de katjes. Nee, we gaan niet luisteren, want het helpt geen pissen. Ja, we gaan wel luisteren. Nee, maar stil, anders hoor ik niks. Ja, ik hoor Sjaal en ook klaar. Ik kan het niet meer ophouden. Nee, echt mis, hè. Oké, kom. Hé, hey, Shelly. Hoe, alleen Shelly en Milky zijn. Waar is Muffe? Deur op zijn zet, oké. Muffke. Kan je niet iets zeggen tegen ons? Nee. Gezicht, hè? Hey. Oh, ik heb pijn. Ja. Dat deed hij bij mij ook. Oké, she's gone. She's gone, kwabbelbuikske. Doei. Nu hebben we enkel nog elkaar. Hij gaat ook weg. Oké, dag hè. Kom. Hoe laat is het? 12 was het? Ja, sowieso 12 denk ik nu, hè? Mm-hmm. Zoiets. Oké, ja, ik heb de hik, sorry. Ik heb te veel gedronken. Ik heb te veel gegeten en dan gedronken gewoon. Niet te veel gedronken, maar gedronken. Ik ging 3 weken niet meer drinken. Is goed gelukt? Mhm. Ja. Kom, wij gaan de vlog hier afsluiten, want we zijn heel moe. En we gaan slapen. Oh nee, want ik ging mijn pyjama nog laten zien. Ah ja. Kijk, ik ga alleen nog mijn pyjama laten zien. Show it. Kijk, ik heb mijn pyjama aangedaan. Dat is ze. Ik moet wel lager gaan, denk ik. Echt een move, hè? Dat juist was, oh, ik ben zo moe, kan niet meer. En nu staat ze weer te dansen, zo. Dat is niet waar, ik ben ook heel moe. Maar dit is dus het pyjamaatje van Shein. En, oh god, ik heb zorgen. Shein. Shein, ja. Shein. Maar ik zal, dat heb ik mijn gezicht niet, maar ik zal sowieso de link. Oh, Sam. Ik zal sowieso de links hieronder in de beschrijving zetten. Want heel veel van jullie vroegen vorige keer waar dat ik mijn cute pyjamaatjes haal. En dus bij deze cute pyjamaatje van Shein. Oké, schattig. Is mooi. Mooi. Oké, jullie hebben mijn cute pyjama gezien. Jullie hebben ons zien bouwen.
Jullie hebben ons cute katje gezien. Is het ons cute katje? Kijk eens wat een lieveke. Zo'n potje hier zo. Oh, stomme hek. Zit jij een cutie? Ja, hè. Sheldon heeft dat echt heel graag als je kusjes geeft op zijn mondje. Zijn mondje en zijn neusje. En zijn neusje, ja. Dat is echt een weirdo. Hush, manneke. Mannenlieve weirdo, hè. Ja. Dat is echt een lieveke. Dus, zoals ik zei, alles van Shein, wat ik heb vernoemd, vind je hieronder in de beschrijving. Ze hebben heel veel cute pyjamatjes, nog meer als deze die ik heb laten zien. Heel veel toffe dingen en zelfs dit pyjamatje was maar 15 euro, als ik me goed herinner. Ja, dat is kei weinig voor een pyjama. Weinig. Dus dat is kei fijn. En ja, ik zal alles hieronder zetten. Ook wat ik heb vernoemd van de haarproducten en zo. Oh, ik zal het allemaal onder in de beschrijving zetten. Ja, sorry, is kei vervelend. Dat is oké. Ja. Oké, ik ga mijn make-up eraf doen. Mm-hmm. Ik ook. Jij ook? Shelly ook? Ja. Shelly ook. Shelly is moe, denk ik. Denk het ook. Mijn ogen staan op half zeven. Ik ook. Oké. Wij zien jullie morgen.